hoe jullie naar deze vlog zitten te kijken. Van, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Dat gevoel wat jullie dus nu hebben, dat gevoel heb ik dus ook. Oh, hij is zo leuk. Goedemorgen iedereen. Hallo mannetje. Oh. Hij denkt we gaan wandelen. Want dat is natuurlijk het eerste wat ik altijd in de ochtend doe. Dan of ik ga in een klofje naar buiten en fix me daarna. Of ik fix mezelf eerst en dan ga ik met hem naar buiten. Dus nu ben ik al gefixt en meneer staat op want denkt yes we gaan wandelen. Alleen dat gaan we niet doen want Fred gaat hem zo meteen uitlaten. Want dit hele lieve mannetje wat daar staat. Die heeft vandaag iets gepland maar ik weet niet wat het is. Dus ik word een soort van ontvoerd. Hè? Huh? Misschien kan jij mijn kijkers vertellen wat de bedoeling is? Nee, ik vertel helemaal niks. Dat zien jullie straks. Ze proberen namelijk al de hele tijd te achterkomen wat we gaan doen. Maar ik zeg het lekker niet. Ja. Zo raar. Ik ben niet eens jarig. Maar ik mag niks weten. Het is allemaal geheimzinnig. En en ik, ja, doe maar platte schoenen aan. En doe maar een dikke jas aan. Ik, wat gaan we doen? Maar goed, let it go. Ik laat me verrassen door mijn eigen vent. Dus Roxia, lieveling, je moet toch echt even wachten met je lekkere billetjes. Met je lekkere billetjes. Dus ik neem jullie mee in het verrassing. Waar ik zelf ook nog helemaal geen benul van heb, hè? En hij zit de hele tijd te zingen en helemaal vrolijk te doen en la la la. Hij vindt het zo leuk als hij iets gaat organiseren en blijkbaar weet de ander niet wat we gaan doen. Maar goed, hey, ik heb iets leuks aan. Ik heb het topje van een Zara aan. Leuke zwarte jeans, Zara. Met van die leuke parels hier opgeplakt. En dan doe ik mijn zwarte rode Nike's aan. Die lopen goed. Want ik heb echt een beetje het vermoeden dat we veel buiten gaan zijn, dus veel gaan lopen. Dus dan maar de platte, goede Nike's aan. Oké, goed verhaal. Let's go. Ik wilde jullie dit nog even laten zien. Jullie kennen Fitty inmiddels wel. Ik heb het best wel vaak al in de vlog laten zien. Maar mijn kortingscode die geldt nog steeds. Dus dat is chill. Dus daar zou ik zeker gebruik van maken. Wil je deze thee uitproberen? De Fit Berry die doe ik altijd voor overdag. En de Pure Night altijd voor in de avond. Want daar kun je dus lekker van slapen. En eigenlijk wat ik altijd doe is... Dit is trouwens een heel leuk theepotje. Die kun je ook bestellen op de site. Er staat dan ook Fitty op. Ik doe altijd een beetje hierin. Zo. En dan doe ik de thee, die had ik net gekookt, doe ik er dan bij. Zo. En de Fit Berry thee, deze dus, die zorgt er echt voor dat je detoxt. Die staat ook op 28 dagen. Dus als je 28 dagen lang elke dag één kopje drinkt, dan ga je dat zeker voelen aan je energielevel, aan je huid, aan je gemoedstoestand. Het is maar thee, zeggen heel veel mensen. En dat is het ook zeker wel, het is maar thee. Maar het zijn ook allemaal natuurlijke producten die erin zitten. Natuurlijke plantjes en zo. Die wel echt zeker kunnen helpen. Deze Pure by Night is dus in de avond. Als je deze inneemt ga je echt lekker slapen. Je slaapt diep en je wordt ook fitter wakker. Dus niet zo moe. Dat heb ik namelijk vaak helemaal in de winter. En ik heb deze nu al best wel een tijdje in huis. Sinds ik deze drink heb ik dat gewoon niet meer. Nou, dan gaan we hem eventjes schenken. Dan heb ik ook... Super schattige glas erbij. Die kun je ook op de site bestellen. Zo. En als je code 10LAURA10 invult. Dan ontvang jij 10% korting. Op alles. Maar dan echt alles wat op de website verkrijgbaar is. Dus ik heb deze twee. En ik zou deze in combinatie zeker doen. Die voor in de avond. Die voor overdag. En laat me vooral in de comments weten als je de thee binnen hebt en je drinkt het ook iedere dag. Hoe jullie je voelen. Nou, dan ga ik deze even opdrinken. We're in the car. Ongelooflijk deze vrouw. Ze zit te stressen hier. Kijk, het stelt niet eens zoveel voor. Maar wat ik gewoon belangrijk vind. En in loop der jaren en leven heb geleerd is dat je met elkaar gewoon tijd moet investeren en bouwen in hetgene wat je hebt. En vandaar dat ik nu zoiets heb van oké, we moeten gewoon één keer per maand gewoon even onze tijd gewoon met elkaar doorbrengen. En
dat doe ik dan in de vorm van een verrassingje. We gaan gewoon eigenlijk een hele dag gewoon met z'n tweetjes leuke dingetjes doen. Ja, en het is niet echt zo bijzonder, maar ik weet wel gewoon dat je eind van de dag zegt, ja, dat was echt shit. Dat is echt leuk. Want het is gewoon, ik heb er gewoon zin in. En ik denk gewoon dat wij dat gewoon moeten doen, gewoon met elkaar, voor elkaar. Ja. En heel veel mensen die met elkaar samen zijn, investeren in elkaar, weet je. Zorg gewoon dat zij de dag vrij plant, hij de dag vrij plant. En go. Ik heb er wel zin in. Het is heel grappig dat we gaan ergens naartoe. We rijden nu richting Zuid-Holland. We gaan dus ergens naartoe en ik weet niet waar naartoe. Dat is grappig. Dat is helemaal leuk, of niet? Wel? Tuurlijk niet. Nee? Oké, dus nou ja. Het is eigenlijk heel leuk deze vlog, want hoe jullie naar deze vlog zitten te kijken van wat gaan ze doen? Dat gevoel wat jullie dus nu hebben, dat gevoel heb ik dus ook. En dat is wel grappig. Dus we zijn connected jullie, jij en ik. Hij niet, hij is helemaal buiten. Oké. Okay. Let's go. Hey. Nou, dit is onze verrassing. Ik sta in de Ahoy. Top verrassing, schat. Nee hoor. We hebben vanavond een evenement vanuit Tibba. Vanavond? Of morgenavond, sorry. Tegenwoordig doen we ook lockers. Kijk, wordt er sneller. Bam, dan gaan we lockers. En vanuit Tibba doen we tegenwoordig niet alleen ticketingverkoop, maar ook nog eens een keer lockers. Dus als je goede lockers nog hebt, just call me. Kijk eens even daar. Bam, 5000 lockers. Worden nu allemaal hier gedropt en dan gaan ze die dus straks in een vorm zetten. En met nummertjes en dan kan je gewoon je lokkertje bestellen. Dus als je gaat feesten, dan doe je daar je jas in en dan is die veilig met je eigen persoonlijke code. Ja. Kijk. Rotterdam Hooligan. En dit was echt een leuke verrassing, schat, dat je me mee hebt gebracht naar de welbekende lokkers. Het zijn namelijk hele speciale lokkers. We gaan nu naar je verrassing, schat. Nee hoor, schat. We gaan nu rijden. Je moet gewoon doorwerken, dat snap ik. We zijn er. We're here. ICA, waar zijn we? Hij heeft me meegenomen naar Antwerpen. Hola, Antwerpen. Wat gaan we doen in Antwerpen? We gaan gezellig een beetje lopen. Er is ook een museum waar ik heen wil, wat ik zag voorbij komen. Ik wil even kijken of het wel leuk is. En we gaan even wat eten in een culinair lunchroemetje, wat ik van over gehoord en waar bekende wereldsterren zijn geweest. Maar ik wil er gewoon even proeven, want ik vind dat leuk. Lekker eten proeven. En we gaan uiteindelijk afsluiten met bonbons kopen voor mijn meisje. En we gaan shoppen. En we gaan shoppen. Ik vind het echt leuk dat je me mee gaat doen. Are you ready? Let's go! I build my love like a castle in the sand. No one comes down. It comes tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Where I wanna be. We zouden dus ergens gaan eten waar je zo'n culinair dingen kon doen. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Want we liepen langs dit geweldige Italiaans restaurantje. En het heet Da Giovanni. Pap. En dat is gewoon de naam van Laura's papa. Dus we hadden zoiets van nou, weet je wat. Dan gaan we hierheen. Dus kijk, zoals je ziet, leuk. Muurtekeningen, het is echt heel erg schattig. En het ruikt zo verschrikkelijk lekker dat we wel moesten stoppen. Lau is even naar het toilet, dus ik denk, nou ja, ik pak even de camera en dan weet jullie waar we mee bezig zijn. Oké, eerste hapje. Echte. Hoezo met je handen? Met mijn handen, altijd met mijn handen. Bruschetta gewoon met je handen, vriend. Klaar voor? Ja, vandaag nog. Klaar voor? 1, 2. Wat goed? Lekker man. Is het lekker, schat? Ja. Zo lekker. Oh my god, die schelpjes. Ze hebben hier letterlijk naar iedere schelp gezegd. Zo lekker. Iedere hap. Schat, zo lekker. We hebben zo lekker gegeten. Nu gaan we lekker wandelen en winkelen. She's all I'll ever need. She sets me free. Oh oh. To where I'm gonna be. Let's go. Chocolaatjes. Belgian bonbons, baby. Goedemiddag. Tiri tiri tiri.
We zijn uitgeshopt. Zij is uitgeshopt. Het is 6:30, alle winkels zijn dicht nu. Jij ook hoor, schat. Want hij heeft mij geholpen met shoppen. Hij ging allemaal advies geven en zo. Anyway, geslaagd bij de Zara. En geslaagd bij de Gucci store. En ik laat jullie straks wel zien wat het is geworden. Ben je blij dat je me mee hebt genomen naar Antwerp? Fantastisch. Nee. Als je dat hoort, dan weet je genoeg. Nou, het is zo leuk om in een andere stad te shoppen. Ik weet niet, we hebben ook in Amsterdam een Zara. En we hebben ook een Gucci store. Maar het is zoveel leuker om hier te shoppen. Ik weet niet waarom dat is. Dat is zoiets aparts. Oh, hallo. We zijn weer thuis. Hé, hey, mannetje. Hallo. Oh, jongetje toch. Hallo. Hey. Kiesjes geven. Oh. Ja. Het is een break, toch? Het is echt in mijn broek. We zijn weer thuis. Lekker dagje Antwerpen gehad. Zie je dit? Dat betekent van het was leuk. Het was heel leuk. Dat is goed, hè? Ja. Dus wat we al eerder zeiden, jongens. Investeren in elkaar. Dus dat momenten is gewoon de shit. Plant ga je dagjes in en ga dan lekker uit je eigen omgeving. Oké. Okay. Even laten zien wat ik heb gekocht. Oké. Okay. Let op. Ik heb bij de Zara deze twee schoentjes gekocht. Bam. Bambi dan blam. Daar heb ik een hele leuke broek. Die heeft Ryan voor me uitgezocht. In het zacht geel. Stilo. Zo. Met allemaal bloemen erop. En het is een beetje een wijd model. Maar die moet je aanzien. En wanneer ik hem aan heb, zal ik zeker een leuke outfit post maken. Past trouwens wel je schoentjes op. Kijk. Eigenlijk wel, hè, op zich qua kleur. Ja, zit een beetje erin. Ja. Deze heb jij ook voor mij uitgekozen. Ja. Hij zegt, dit is een leuk jurkje met blote beentjes in de zomer. Geel. Moet je wel goed bruin zijn. Ja, en het is eigenlijk een A-modelletje. Dus een beetje een wijd jurkje. Met van die fladderige mouwtjes. Maar heel mooi zacht geel. Hele bruine benen in de zomer. En dan ook met dit schoentje is ook wel heel erg vet. Ik heb een portemonnee gehaald. Het is eigenlijk gewoon een basiskleur. De bruine. Maar in deze print. En als je hem open doet... heb je hier ruimte voor vakjes. Aan die kant ook vakjes. En een rits. En stel je gaat uit eten en je wilt geen tas mee, maar je moet alleen maar je geld mee. Zou je hem ook kunnen dragen als tasje. Dus dat is 2-in-1. Zo. Girls and bags, girls and bags. Girls and bags. Oh, hij is zo leuk. Ik ben zo blij ermee. Dit is hem. Gucci bag met blauw accent. Nee. En de achterkant mooie blauwe bloemetjes. En dan zoals hier, het is mooi suède. Dit is toch wel echt mijn lievelingskleur blauw. En de binnenkant, het is super mooi. Is ook allemaal blauw. En hij is best wel groot. Daar heb je een vak. Hier heb je een rits. En daar heb je ook een vak. En hier heb je ook nog een vak. Dus ik ben echt helemaal blij ermee. En een mooie ketting. Je kunt hem natuurlijk kort dragen. En lang. So this is my new beauty. Dat zijn ze. Dat was hem. Oké, let's go. Want we gaan een drankje doen, geloof ik. We gaan een drankje doen. We gaan een drankje doen. Let's get drinking. Let's get into it. Opa en oma zijn weer eventjes uit geweest. Jezus. We gingen een cocktailtje drinken. Vooral opa. En we gingen even dansen. We zijn nu weer thuis. Roxy is net gewandeld en gaat slapen. Bibi chillt hem daar. En wij gaan naar bed. Ik heb een hele leuke dag gehad, schat. Thank you. For surprising me. Bedankt voor het kijken. Ik ben echt moe. Hoe laat is het nu? Voor het kijken is wel grappig. Half drie. Midden in de nacht. Een hele lange dag. Het was echt een super lange dag, want we gingen echt al om
8:30 vanochtend de deur uit. Ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken. Doe een duim omhoog, vond je het leuk? En als je nog niet geabonneerd bent, dat kan je doen door op abonneren te klikken. Kost niks, gratis en voor niks. En dan blijf je op de hoogte. Die gaan ook nog even kroelen. En ik zie jullie heel snel weer in een nieuwe video. Gaat u zo.